In Nijmegen hebben onderzoekers van het Radboud UMC een wereldprimeur. De eerste microscoop die levende biologische processen tot in detail kan vastleggen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar medicijnen en het ontstaan van ziektes. Het is een doorbraak in de medische wetenschap. De eerste microscoop waarmee je levende biologische processen in ongekend detail kunt bekijken. Met deze microscoop hebben we eigenlijk een vrij breed spectrum van onderzoeken die we ermee kunnen doen. Maar de eerste experimenten waar we aan denken is het onderzoek naar hartklepverkalking. Volgens Sommerdijk is het van groot belang dat deze microscoop er nu is. Als je gezondheidszorg wil verbeteren, als je therapieën wil verbeteren, dan moet je heel precies begrijpen hoe processen in weefsels en cellen plaatsvinden, zowel in een gezonde toestand als in zieke weefsels. En zolang je die processen niet precies kent, kun je geen goede therapieën ontwikkelen. En daarom kijken wij in detail naar wat er gebeurt in die cellen, in gezonde cellen en in zieke cellen, om te kijken of wij daarmee informatie hebben waarmee we nieuwe therapieën kunnen ontwikkelen. De huidige technologie heeft Sommerdijk en een aantal andere wetenschappers aan het denken gezet. Maar nu zijn er in de afgelopen 10 jaar ongelooflijk belangrijke technologische ontwikkelingen geweest. Waar wij dachten, nu zou het best wel eens kunnen. Dus toen hebben we besloten om met een groep wetenschappers in Nederland een aanvraag in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om te kijken of we financiering konden krijgen voor de microscoop die we nu hebben. En daarmee zijn we dus nu bezig dit soort experimenten te doen. En het eerste experiment is gelukt en daar hebben we net over gepubliceerd. Sommerdijk hoopt dat naast het vinden van nieuwe technieken er ook meer onderzoekers met deze supermicroscoop kunnen gaan werken. We hebben hier specialisten die mensen kunnen helpen met het uitvoeren van elektronenmicroscopie-experimenten. Maar nog liever willen wij onderzoekers in Nederland opleiden om hier naartoe te komen, zodat ze zelf hun eigen elektronenmicroscopie-experiment kunnen uitvoeren.